Maar goed, het verschil tussen het gebruik van de eenheidscirkel en de tabel. Ja? Eerst met de eenheidscirkel. Als er is gevraagd, los de vergelijking om met behulp van de eenheidscirkel. En het is bijvoorbeeld sinus x is een half over 2 op het interval van 0 naar 2 pi. Weten we nog hoe dat ging? Hoop ik. Oh, het is niet eerlijk. Oh ja. Dat heb ik zelf gemaakt, hè, een paar jaar geleden. Dat is de eerste keer. De sinus x staat voor de y-coördinaat. Ja? Dan moet je eerst dan met jezelf afvragen. Zoek dus op de y-as naar een half wortel 2. Hé, gevonden. Ja? Als het goed is, is dit niks nieuws, hè? Dat hebben we geoefend helemaal aan het begin van het hoofdstuk. Je vindt dan 1 vierde pi en 3 vierde pi. Ja? De wiskundige oplossing wordt dan x is 1 vierde pi plus k maal 2 pi. Waarom hier die streep staan, weet ik ook niet. Of x is 3 vierde pi plus k maal 2 pi. Zo hebben we dat in het begin gedaan. Volgens mij stond er nog wat onder. Op het interval van 0 naar 2 pi neem je k is 0, k is 1. Hè? En dan ga je kijken welke nog in het interval zitten en welke niet. Nou, alleen dus x is 1 vierde pi of x is 3 vierde pi. Niks nieuws, hè? We hebben het hele hoofdstuk zo gedaan. En toen was ik zo eigenwijs om te zeggen, ik gebruikte vroeger altijd de tabel, want dan hoefde ik die eenheidscirkel niet uit mijn hoofd te leren. Ja, wel de tabel, maar er zat een gedachte achter. Nou komt hij met de tabel. Marloes, kijk mee. Even naar beneden. Althans omhoog, zo kan ik het ook zeggen. Dit is de grafiek van de sinus x. Jasper? Ja? Lim, blijf even bij. A is sinus x. Nou, dames, even erbij blijven. A is sinus x. Ik heb die grafieken nodig, die basisgrafieken. Ik heb de tabel. Ja, hebben jullie ook al eerder gezien. Alleen de tangen staat hier niet op, omdat hij natuurlijk vorig jaar niet in het boek zat. Maar die hoort er eigenlijk wel bij. Nou, en dan is de vraag, los op, dezelfde als net. Sinus x is een half wortel 2. Wat ga ik doen? Ik ga bij de sinus x kijken. Half wortel 2. Die staat hier. Bij 1 vierde pi. En wat krijg ik? X is 1 vierde pi. Plus k maal 2 pi. Want die heb ik gevonden in mijn tabel. Of x is pi min. Dat regeltje hebben we ergens gehad. En bij de cosinus werd er een min voor gezet. En bij de sinus pi min. En dan reken je uit. Kom je op dezelfde antwoorden als net? Ja? Nou, sinus x is 0, dat hebben jullie al apart. Dat was vorig jaar ook niet zo. Ook bij cosinus een half wortel 3. Zoek hem op in de tabel. X is 1 zesde pi. Of x is min 1 zesde pi. Nou goed, dat is allemaal af te lezen. Het vervelende, ik ga zo meteen naar jou vragen. Het vervelende is als er een getal niet in de tabel staat. En dat heb ik dus wel met Marloes net over die tangen, is dat er geen negatieve getallen stonden. Dan is het vervelend. Maar niet heus. De vraag is, los op, sinus x is min een half wortel 3. He, dat is vervelend, want als je terug gaat naar je tabel, helemaal bovenin. Omar. Goed. Er staat geen min een half wortel 3 tussen. Zeer vervelend. Maar vanwege symmetrie weet je dat een half wortel 3 hier ergens zit. Min een half wortel 3 zit dus hier ergens. Hier is de eerste. Maar dit stukje, als die hier zit, min een half wortel 3 zit hier ergens. Ja? Dit verschilletje is even groot als de plus half wortel 3 die daar zit. Dus een half wortel 3 zit bij 1 derde pi. Dan zit deze dus bij 1 derde wortel 3. Dus eigenlijk met die tabel weet ik maar de helft. En de andere helft kan ik gewoon oplossen door gebruik te maken van de symmetrieën. Fijn dat je een roze kachel in je mond hebt, maar ik hoef niet te zien. Ja? Als
ik die vergelijking verder op ga lossen. Even terug. Hier komt die. Sinus x is min een half wordt tot 3. Ik heb net dus afgelezen dat dat bij 1 en derde pi is de eerste keer. Plus k maar 2 pi. Pi min, hè, deden we bij de sinus. Dus of x is pi min 1 en derde pi. Ja, dan komt die min 1 derde pi te staan. En bij de eenheidscirkel zou je dan 1 2 derde pi hebben gevonden. Maakt dat uit? Nee. Nee. Want door deze 2 pi die ik er steeds bij op mag tellen, kom je ook op hetzelfde antwoord uit. Je mag gebruiken wat jij het makkelijkste vindt. Als jij de eenheidscirkel het makkelijkste vindt, dan teken je van de week de eenheidscirkel. Hup, alle gegevens erin, prima. Denk jij, ik vind dat met die tabel makkelijker? Gebruik je lekker die tabel. Welke van de twee gebruik maakt niet uit. Ja? Maar dus altijd als je min hebt, moet je er één drukken. Bij de sinus wel. Ja. Bij de cosinus moet je ook weer even kijken. Ja. Want dan gaat hij al eerder onder de x-as. Ja? Ja. Je kan het ook door middel van symmetrie. Waar dat doen? Was daar nou net al? Jij hebt nog een vraag, hè? Ja, dat was mijn vraag. Dat was je vraag ook. En dit hebben jullie niet nodig, want het was van vorig jaar. Maar toch wel. Bij de tangens, dan bijvoorbeeld als je de eenheidscirkel gebruikt, dus moet je dan gewoon delen door elkaar? Ja, dan moet je delen door elkaar. Die gegevens staan er niet prettig in. Ja, dat wel. Staan. Nee, die staan wel in de tabel. Maar hoe kun je dan bij de tangens? Ik snap echt niet, ik snap het steeds niet. Nou, de tangens die staat er niet in, want die hadden we vorig jaar niet. Als je nou kijkt, we doen er gewoon wel eentje, Marloes, dat geeft niet. Ik schrijf het even bij. De tan is x. Bij 0 is die 0. Heb je het rijtje voor me? Ja, 1 derde wordt 3. 1 wordt 3. Een streepje, hè? Want die kon niet. Dat was met die asymptoot. Oké. Als je hem tekent, de tan is. Ik zal hem even hiernaast proberen te tekenen, want dan zit dus in beeld. Dat was het makkelijkste. Nee, dan loopt hij zo. En dan had je hier een asymptoot, toch? Ja. En dan zo weer, en dan had je hier weer een asymptoot. Ja, hè? Mm-hmm. Nou, als de vraag is, los op tangens x is 1, dan is het een makkie. Dat is bij 1 vierde pi plus k maal pi. Ja, hè? Mm-hmm. Maar wanneer is het nou bij, bijvoorbeeld bij min 1? Want dat is je vraag, hè? Nou, bij min 1. Min 1, die zit hier. En dan heb ik hier mijn eerste snijpunt. Ik kijk even liever niet negatief. Ja? Bij 1 zou die hier hebben gezeten. Dat is niet erg met je gepeend, hè? Dit stukje is even groot als dat stukje. Ja? Als dit nou bij 1 hier de pi is. Oh, misschien kan je beter wel negatief kijken in dit geval. Ik denk dat het wat makkelijker is. Je ziet het ook niet meer. Hier, hè? Bij min 1. Ja? Dit stukje is dan net zo groot als dat stukje. Dus 1 pi. Min 1 vierde pi. Als dit bij 1 vierde pi is. Dan is dit bij min 1 vierde pi. Ja. Ja? Je had er hier ook op uitgekomen, maar dan had je op 3 vierde pi uitgekomen. Want dit stukje was ook, dus dan hou ik voor dit 3 vierde pi over. Ja. Nee, ik moet niet ja zeggen als het nee is. Ik heb hem gewoon hier niet. Vind je die makkelijker? Nou, even lekker op die negatieve. Ja, want wat ik net zei, dit stukje is net zo groot als dit stukje. Als dit 1 vierde pi moet voorstellen. Dan is dit 3 vierde pi, omdat de periode 1 pi is. Deze vriendin? We laten het nu zien bij de tabel, maar hoe moet het dan bij de eenheidscirkel? Ja, dan moet je al die verhoudingen op gaan schrijven. Mag je ook gewoon... Dat is onhandig, die eenheidscirkel. Nee hoor, ik snap niet wat je moet doen met al die verhoudingen. Je weet dat de tangens sinus gedeelte cosinus x is. Het is moet ik dan... Ja, nee, ik gebruik die eenheidscirkel niet en al helemaal niet bij de tangens. Dat hebben ze expres in het boek ook niet gedaan. Dus wat is nou handiger? De tabel. Dat is moeilijk. Ik vind dat heel vaak. Nee, ik. Dat vind ik. Dat is
Dus we gaan mag je ook gewoon de eenheidscirkel en dan voor de tangens nog even de tabel doen. Doe je dat? Oké, mooi. Ja. Dat doe je bij de eenheid, bij de sinus en de cosinus de eenheidscirkel gebruiken. En bij de tangens doe je deze rode regel, zeg maar. Ja? Ja? Oké. Okay. Afgesproken. Anders nog vragen? Is het allemaal duidelijk nu? Ja? Het laatste stukje van het hoofdstuk gaan we maken. Dit was extra, hè?